Als we naar de vaccinatiegraad in de verschillende landen kijken, dan kan Europa ongeveer in tweeën worden gesplitst. Het Westen is over het algemeen grotendeels gevaccineerd, terwijl de vaccinatiegraad in Oost-Europa enorm achterblijft. Zo is in Bulgarije maar een kwart van de bevolking volledig gevaccineerd. Door de besmettings- en sterftecijfers in de verschillende Europese landen met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk hoe de vaccins werken. Allereerst zetten we de besmettingscijfers van de 5 Europese landen met de hoogste vaccinatiegraad en Nederland op een rij. Die zie je hier in de verschillende tinten blauw. Daarnaast komen de besmettingscijfers in beeld van de 5 landen met de laagste vaccinatiegraad van Europa. Hier te zien in de verschillende tinten rood. Het is te zien dat de cijfers overal oplopen in het najaar, maar vooral landen in het westen van Europa laten een groot aantal besmettingen zien. Met die kennis gaan we naar een tweede grafiek. Die laat het aantal sterfgevallen per land zien. De vaccins beschermen goed tegen sterfte door COVID-19. Dat zien we ook terug in de cijfers. Dit zijn de sterftecijfers. Vooral in de landen waar de vaccinatiegraad laag is, is een enorme piek in het aantal sterfgevallen te zien. De landen in het westen van Europa, waar goed is gevaccineerd, laten veel lagere sterftecijfers zien. Zo is het resultaat van de Europese vaccinatiecampagne een jaar na het begin goed te zien.